Zojuist een heel mooi gesprek gehad met de coalitie EI. Tim Hofman is daar min of meer de voorzitter van en heeft dit ook weer, dat kun je toch wel zeggen. We hebben gepraat vandaag over onderwijs, we hebben gepraat over arbeidsmarkt. Samen met Ingrid van Engelshoven, met Arie Slob, met Wouter Koolmees. Allerlei concrete acties, daar gaan jullie veel van zien. Ik wil er één nu uithalen. En dat is een oproep aan alle bedrijven in Nederland. Ik snap dat veel van jullie het moeilijk hebben op dit moment door de coronacrisis. Maar alsjeblieft, probeer zoveel mogelijk stageplekken voor jonge mensen overeind te houden. Probeer zoveel mogelijk banen voor jonge mensen overeind te houden. Het is zo belangrijk. We komen hopelijk weer snel uit de crisis. Dan heb je die goed opgeleide jonge mensen nodig. Of het nou het niveau is van het mbo, of het middelbaar beroepsonderwijs, of het universitair onderwijs. Je hebt ze nodig. Maar zeker ook in het mbo, die stageplekken zijn cruciaal, die banen zijn cruciaal. Dus alsjeblieft, probeer zoveel mogelijk van die plekken te behouden. En nogmaals, alle andere dingen die we besproken hebben, daar gaan jullie veel van. Ja, we hebben een route uitgestippeld de komende weken samen aan het werk. Ja. Maar voor nu, dit was even urgent. Ja, super.